De burgemeester en de politie hebben horecabedrijven in Hogeveen opgeroepen alert te zijn als het gaat om intimidatie of andere strafbare feiten door leden van de motoclub Satudara. U vond het nodig om te waarschuwen? Nou ja, in ieder geval gemeente en politie vonden het verstandig om in de gaten te houden wat daar uh, zeg maar, zich rond die, uh, die, die motoclub beweegt en, en wat daar gebeurt. Mede ook op basis van ervaringen in andere gemeenten waar de Satudara gevestigd is. En waar uh, dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. En dat proberen we hier te voorkomen. En daarom hebben we ook gevraagd: van, Nou, let daarop. Mocht er wat zijn, laat het ons weten. De in Hogeveen is al een tijdje op de hoogte van de komst van de Motoclub. De meeste uitbaters in het centrum van Hogeveen maken zich geen zorgen. Maar zijn toch blij dat de politie en de burgemeester zo alert zijn. Uh, ja, er kunnen dingen zich, uh, zich uh, voordoen uh, ja, waar wij als horeca en ook in, als gemeente Hoogeveen niet op zitten te wachten. Uh, dus ja, als je met elkaar daar alert op bent en, uh, uh, en elkaar daarin ondersteunt om eventuele signalen te ja, dingen te signaleren, dan is dat alleen maar uh, positief, denk ik. De motorclub is de afgelopen maanden negatief in het nieuws geweest. De club wordt vaak in verband gebracht met crimineel handelen. Je kijk naar, uh, naar Brabant en uh, proberen ze toch, uh, hebben ze toch geprobeerd, in ieder geval dat is het vermoeden, uh, om, uh, om portiersdiensten over te nemen van horecabedrijven. Uh, intimiderend uh, bij horeca mensen binnen te komen. Ja, en dat zijn natuurlijk praktijken die we uh, niet willen toestaan. De nieuwe afdeling van Satudara heet Satudara Highlands. En is een afsplitsing van Satudara Northeast east die in Emmen is gevestigd. De nieuwe afdeling huurt dit pand aan de fabrieksweg in Hogeveen. Sayant Detail het is dit pand waar eindmaat Henkie Meijer werd doodgeschoten. Op dit moment is er weinig bedrijvigheid bij het pand. Ik heb ook al de hele dag geprobeerd Satudara te bereiken, is mij niet gelukt. Ik heb in de buurt rondgevraagd of men hier de leden heeft gezien. En af en toe komen ze hier wel, maar ze zorgen eigenlijk niet voor overlast.